De onderbezetting binnen het brandweerapparaat is grotendeels verholpen. Dit zegt commandant Rajan Jakhari in een gesprek met de nieuwsdienst. 147 aspirant brandwachtlieden zijn vandaag beëdigd op het hoofdkwartier van de dienst aan de verlengde Gemenelandsweg. De commandant spreekt van een geweldig moment. We hadden onderbezetting en vooral als we kijken richting de districten. Daarmee hadden we te maken waarbij heel veel sprake was van onderbezetting. En die hebben we kunnen opvangen door plaatselijke krachten aan te trekken. En vandaag is het zover. We zien ook dat een heleboel korpsen doen aan werving van leden. Is met dus de 147 man eigenlijk genoeg mensen in huis nu? Voor dit moment wel. Waarom dat? Omdat de kazernes nog niet afgebouwd zijn geworden. Dus we wachten op het moment dat de kazernes zover zijn. En dan worden ze daar ingezet. En dat zal automatisch aangegeven worden op de deur van of er een behoefte is aan meer personeel of niet. Jakhari zegt verder dat de manschappen een bewuste keus hebben gemaakt en hij rekent op hun inzet. Hij merkt op dat de ervaren collega's binnen de organisatie de nieuwe lichting zeker zullen bijschaven. Melissa Frederiks, onderdirecteur rechtsaangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie, zegt dat het de bedoeling is dat de nieuwe leden meehelpen aan de realisatie van de doelen van de brandweerorganisatie. Het ministerie wenst de brandweerzorg landelijk te verbeteren. In dit kader zullen enkele van jullie de verschillende districten aandoen als plaatselijke krachten. We kennen rechten en plichten. U kent uw plichten. U heeft ook rechten. En voorop moet worden gesteld dat vanuit het ministerie het uiterste wordt gedaan om uw rechten, de rechten die aan u toekomen, dat u deze daadwerkelijk ook nog krijgt. Uw persoonlijke uitrusting, de persoonlijke beschermingsmiddelen en adequate huisvesting. Vermeld dient te worden dat het proces hiertoe ook reeds is ingezet. Blijft u zich scholen, blijf leren en wees proactief. Tot besluit, bedankt voor de dappere keuze die u hebben gemaakt om brandweerman of vrouw te worden. De drie bestgeslaagden van de elementaire opleiding zijn bij deze lichting Ernesto Carso Pauwiro, Miguel Vismalen en Winay Sarju. Carso Pauwiro was volgens de leiding de grote uitblinker.